Koep van Hegge. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, choose your battles. Studenten, starters, allemaal mooie plannen. Hè? Nu actie D66 ten voeten uit. Hartstikke mooi voor meneer Boulakjar. Maar ik heb dat 8-puntenplan eens even doorgescand. Zo snel? En ja, dat werd natuurlijk al genoemd. Hè? Transformaties, woningdelen zijn we helemaal super enthousiast over. Optoppen. Maar laten we beginnen met die leegstand van leegstaande kantoren. Eigenaren willen het gewoon verhuren, willen dat transformeren zo snel mogelijk. Is de heer Boulakjar zich bewust van de praktijk waarin D66 in de gemeenteraden wethouders leveren die juist dit soort transformaties tegenhouden, die in alle verkiezingsprogramma's van de gemeentelijke afdeling van D66 hebben staan: nee, we gaan niet binnenstedelijk verdichten, we gaan ons aan bestemmingsplannen houden, we gaan helemaal niks doen, we gaan niet bouwen in het groen. Dus er komt niets van terecht zolang D66 op de lagere niveaus in de gemeenteraden dit soort wethouders levert en dit soort verkiezingsprogramma's aflevert. Ja, kan ik me niet voorstellen, het moet niet kunnen en ik wil dat lijstje van die wethouders die dat inderdaad tegenhouden. Want inderdaad, transformatie is een van de grootste, ook de ambities uit dit regeerakkoord. Willen we betaalbaar bouwen, kunnen we juist die transformatie heel goed gebruiken. Dus ik kan me niet voorstellen dat er, je kunt per project misschien dat er iets knelt, dat weet ik niet. Maar in zijn algemeenheid moeten we al die lege vierkante ruimte, 3,5 miljoen vierkante meter, moeten we echt heel snel opvullen met woningen. Heer Van Hagen. Ja, voorzitter, in 2010 had D66 een vrij grote overwinning. En toen stond het gewoon in al die verkiezingsprogramma's. We gaan niet binnenstedelijk verdichten, we gaan niet optoppen, we gaan al dat soort leuke dingen niet doen. En als we het hebben over woningdelen, dat is nog een leuke. In alle grote steden is dat inmiddels verboden, hè, of vergunningsplichtig geworden. Heel moeilijk gemaakt, in ieder geval gestopt. Met D66 wethouders aan het roer. Dus kunt u mij uitleggen hoe u hier een plan gaat indienen, terwijl in alle grote steden D66 meer regeert en precies dat woningdelen verbiedt? Heer Boulakjar. Nee, woningdelen wordt niet verboden, maar volgens mij heeft de heer Van Haag het over inderdaad die verkameringsverboden, die algehele verkameringsverboden. Dat zien wij ook niet zitten, juist. Maar je moet wel respect, of tenminste goed kijken naar wat betekent voor de leefbaarheid in bepaalde wijken. Maar woningdelen, verkameren, juist voor studenten, zijn we echt niet op tegen. En 2010, ja, dat is 13 jaar geleden. We zijn nu in 2023, we hebben nu een probleem en dat moeten we met elkaar oplossen. Heer Van Hagen. Voorzitter, het was 1 januari 2017. Toen werd bijvoorbeeld in Amsterdam vergunningplicht ingevoerd voor woningdelen. D66 staat daar helemaal achter. Het gevolg daarvan was dat 17.000 woningen in Amsterdam plotseling illegaal werden, omdat daar vier jonge mensen, jonge werkenden zaten, of vier studenten op 100 vierkante meter, laten we zeggen. Dat gaat helemaal niet over verkamering, dat gaat over woningdelen. En D66 is dat lokaal aan het demotiveren. Er worden verhuurders op enorme kosten gejaagd. Mensen, studenten en jonge werkenden worden de stad uitgejaagd, de steden uitgejaagd. Dat komt door D66. Dus hoe kunt u hier een plan presenteren waarin staat, nee hoor, wij gaan woningdelen gaan stimuleren, terwijl dat lokaal in de grote steden door juist D66 onmogelijk wordt gemaakt? Nee, voorzitter, dat is echt te rigide gezegd. En plannen kijken vooruit en niet terug. Wat mij betreft gaan we dit doen. Er is ook breed draagvlak in de Kamer. Ik hoop dat de minister ook hier met volle vaart mee aan de slag gaat. Dus, en als er voorbeelden zijn van bepaalde steden, wil ik daar best met de heer Van Haga een keer naartoe rijden. Ik zie dat echt volledig anders. En ik zie ook heel veel inderdaad wethouders en gemeenten die juist woningdelen toestaan. En vaak zijn het de woningbouwcorporaties en de hypotheekverstrekkers die moeilijk doen en niet eens de gemeente. Heer Van Hagen? Ja, tot slot begin. Ja, Amsterdam, Leiden, Haarlem, Delft, ga zo maar door. Het is overal waar D66 opduikt in de gemeenteraden, zie je een teruggang in de woningbouwopgave. Omdat inderdaad het binnenstedelijk verdichten, dat wordt gedemotiveerd. Dan tot slot het optoppen. Waar gaat het altijd mis op? Namelijk omdat er een D66-wethouder is die zegt, nee hoor, het bestemmingsplan zegt dit en dit, dus dat gaan we niet doen. Hoe makkelijk zou het zijn, en ik heb het in alle voorgaande debatten gezegd, dat we die bestemmingsplannen nu eens even aanpassen en zeggen, weet je wat, 1 bouwlaag erbij. En dat mag gewoon. En dat bestemmingsplan gaan we gewoon aanpassen. Zolang er een D66-wethouder zit, gaat het niet gebeuren. Dus misschien moeten we dat aan de minister vragen, van joh, stuur eens een brief. Van joh, wij vinden dat goed, wij willen dat in de Tweede Kamer, dus dat moet ook in die steden gebeuren. Ja. Ja, ja, vroeger was alles de schuld van de PvdA, tegenwoordig van D66 hoor ik. Nee, optoppen, ik heb gepleit
middels een motie voor een optopbrigade. Ik weet niet of trouwens of een motie of een toezegging was. En daar gaat deze minister mee aan de slag. Er komt een optopbrigade, landelijke optopbrigade. Wie wil daar niet werken? En die gaat straks al die gemeenten langs om juist de gemeente te helpen met het ombouwen of optop en aanplakken van die flatgebouwen, van die kantoorgebouwen. En overigens, de gemeente waar het meest gebouwd wordt, is Amsterdam met een wethouder van D66. Ja, laatste vraag. Nu echt tot slot. Ja, dit staat zo ver van de praktijk dat ik neem de heer Boelekjar graag een keer mee voor een rondje langs de velden. En dan kunnen we zien hoe het echt gaat. Nou, iets om naar uit te kijken, denk ik. Zeker. De heer Van Baarle, denk.